Frauderen met uitvaarten op een begraafplaats in Ermelo is er grof geld mee verdiend. In Maurik zou vandaag voor de tweede keer in korte tijd een bom worden opgeblazen. Maar het hoge water gooide roet in het eten. En een heldhaftige buurman redt met gevaar voor eigen leven zijn buurvrouw uit haar brandende huis. Dag dames en heren, goedenavond. Dit is het nieuws van donderdag 22 december. De gemeente Ermelo heeft een medewerker geschorst vanwege het sjoemelen met graven op de gemeentelijke begraafplaats Varenhof. Een uitvaartleider, die ook bij de fraude betrokken was, is ontslagen. De begrafenismedewerker rekende geld voor diensten die niet geleverd werden. De ambtenaar hield op zijn beurt de werkzaamheden uit de boeken. Begraafplaatsbezoekers reageren geschokt op het nieuws. Het is toch ongelooflijk? Ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het bizar voor woorden. Dat kan gewoon toch eigenlijk niet? De zaak kwam aan het licht nadat nabestaanden klaagden bij de gemeente. Die constateerden onder andere dat er was betaald voor diensten die niet zijn uitgevoerd. Zoals het herschikken van een graf. Daar verstaan we onder dat als er meerdere mensen in één graf begraven worden, die diensten, daar werd voor betaald. Daar wordt ook normaal voor betaald. Mensen hebben dat ook gedaan, maar het herschikken heeft feitelijk niet plaatsgevonden. De gemeente heeft aangifte gedaan bij de politie. Een voortuin met een arreslee en een kerstman, een grote eland en overal lichtjes. Veel huizen zijn rond deze tijd uitbundig versierd. Uit onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat de helft van de Gelderlanders deze kerstverlichting erg leuk vindt. Een kwart noemt het energieverspilling. Joke en Henny Wilkes uit Nunspeet zijn al maanden druk met het versieren van hun huis. Het lichtjesfeest begint al in de voortuin en in de achtertuin is de versiering nog spectaculairder. Er staat een kerstdorp en er is een Noordpool gebouwd met pinguïns en zeehondjes. Mijn man begint eind oktober zo'n beetje en ja, als hij ermee begint dan denk ik, jongen, wat een werk, waar begin je aan? Maar als het klaar is, dan denk ik hartstikke leuk. Wat vinden de Gelderlanders eigenlijk van kerstversiering buiten? Overdreven of juist leuk? De helft van de Gelderlanders vindt kerstverlichting buiten heel erg leuk. Een kwart vindt het vooral energieverspilling. En de overige Gelderlanders vinden het overdreven. Maar dat maakt Joke en Henny Wilkes niet uit. Volgend jaar pakken ze het nog groter aan. In Doorwerth op de Mecklenburglaan wordt er precies hetzelfde over gedacht. Elk jaar pakken But en Monique flink uit en kan de hele straat meegenieten. De Zuidpool binnen en buiten is hun thema. Het opblazen van de vliegtuigbom in Maurik is uitgesteld. De Engelse duizendponder zat in een lading bagger uit Weesp en werd gisteren al ontmanteld. Het hoge water gooide vandaag roet in het eten. De gigantische vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog wordt vanochtend aan wal gehesen. Het projectiel zou met deze truc worden gebracht naar de geheime plek voor de explosie. Maar dat gaat niet door, omdat de vrachtwagen in de modder is weggezakt. En er moet zelfs een hijskraan aan te pas komen om de wagen uit de bagger te trekken. En de volgende tegenslag dient zich hieraan, want de bom zou in een groot gat tot ontploffing worden gebracht. Maar dat gaat niet lukken, want dat gat is helemaal gevuld met water. Het waterpeil staat veel te hoog en de burgemeester heeft besloten dat de bom vandaag niet tot ontploffing kan worden gebracht. En voor hem zorgt die bom voor flinke kopzorgen. Nou, ik hoop dat ik er nu vanaf ben, want ik ben eigenlijk de laatste weken alleen maar met bommen bezig geweest. En er zijn toch ook nog andere dingen in de gemeente die van belang zijn. Dus wat mij betreft is dit het laatste bomincident. De bom gaat nu terug naar de gemeente Utrechtse Heuvelrug en wordt daar later onschadelijk gemaakt. Ja, de bom die dus vandaag tot ontploffing zou worden gebracht is de tweede duizendponder die in korte tijd opduikt in de gemeente Buren. Burgemeester Tammes is het meer dan zat en hij krijgt nu bijval uit Den Haag. Wij vragen aan de minister om opheldering, want dit had nooit mogen gebeuren dat zo'n bom zo vervoerd wordt en meegezogen wordt met dat zand. En we vragen aan de minister dat hij de opdracht geeft aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid om de gevolgde procedure te onderzoeken. We willen kijken wat er mis is gegaan, zodat we het ook in de toekomst niet nog eens meemaken. Want bommen zijn bommen en je brengt op deze manier burgers ook gewoon in gevaarlijke situaties. De gemeente Buren wil de schade nu gaan verhalen op het Hoogheemraadschap Amstel en Gooi. Zij hebben de opdracht gegeven voor de baggerstort. Ook de minister kan een brief verwachten uit Buren. En de gemeente dient ook een klacht in bij de provincie. Want Gelderland heeft een ontheffing verleend voor de slipstort.
Burgemeester Tammers is ook verbolgen over de baggeraar, die gisteren in TV Gelderland Nieuws uitlegde dat er niet wordt gezeefd voor het baggeren in Weesp. Zodat je midden in een dorpskern ineens een bom op een zeef hebt liggen. Daar vond ik stuitend. Die zei, ja, wij gaan hier niet zeven, want dan zitten wij hier met die bom. Nou ja, dat is natuurlijk echt een godsbeur. Dat kun je niet maken. Dat was een beetje zo van, nou, die bommen die moeten maar ergens anders heen. Ja, als dat de mentaliteit is waarop men daar aan het baggeren is, ja, dan maak ik mij grote zorgen. En dan vind ik dat ik terecht Den Haag daarvoor benader. Ook andere partijen in de Tweede Kamer denken erover om vragen te stellen aan veiligheidsminister Ivo Opstelten. Niet langer elke dag vakantie vieren, maar rustig huisje, boompje, beestje in je eigen woonwijk. Het Riverpark in Lathum is geen vakantiepark meer, maar vanaf nu een echte woonwijk. Dat heeft de gemeenteraad van Zevenaar gisteravond unaniem besloten. En daarmee komt er een eind aan het jarenlange ruzie over de illegale permanente bewoning van de vakantiehuizen op het park. Het Riverpark in Lathum. De slagbomen kunnen weg, want het vakantiepark is een echte woonwijk geworden. Al meer dan 10 jaar is er politiek gesteggel over de permanente bewoning van de vakantiehuisjes. Vandaag is er een uitgelaten stemming op het park. De onzekere periode is voorbij. Het vakantiepark is een gewone woonwijk geworden waar ze het hele jaar legaal kunnen wonen. Ja, heel erg blij. Waanzinnig. Heb je toch een jaar of 8, 9 in onzekerheid geleefd? Ja, we hebben het gisteravond gevierd na de raadsvergadering. En het is wel de kroon op het werk. Het was een unanieme stemming. En we zijn heel blij dat het eindelijk zover is. Want er waren bange momenten voor de bewoners van het Riverpark. Ze demonstreerden op het provinciehuis toen ze daar de permanente bewoning wilden verbieden. En op het hoogtepunt van de strijd liepen er zelfs privédetectives over het park. Die controleerden of mensen permanent in hun vakantiehuisjes woonden. Nu is dat voorbij. En het vakantiepark gaat er ook uitzien als een echte woonwijk. De videocamera's moeten natuurlijk verdwijnen. De slagbomen verdwijnen, tennisbanen verdwijnen. Ja, het gaat echt wel op een gewone wijk lijken. Maar wordt illegaal handelen zo niet beloond en krijgen de mensen die de vakantiehuisjes permanent bewonen nu geen bakker geld in de schoot geworpen? Een woonhuis waar je het hele jaar legaal mag wonen is immers veel meer waard dan een vakantiehuisje waar je niet permanent mag wonen. Dat is zo'n gerucht wat al jaren rondzingt natuurlijk. Dat de brutalen weer het gelijk van de wereld krijgen en weer de winsten op hun huizen maken. Officieel onderzoek is gedaan door de gemeente en uit niets blijkt dat hier winsten gemaakt worden. Wat de prijzen betreft waren we eigenlijk al lang een gewone wijk. Een weldoener uit Twello verraste vandaag zijn dorpsgenoten met een geschenk. Straks meer. De verkoop van de papierfabriek in Renkum gaat niet door. Volgens vakbond CNV heeft de koper zich teruggetrokken. Eigenaar Norske Skog maakte eerder bekend van de fabriek af te willen. Bij een eerdere reorganisatie gingen al zo'n 150 banen verloren. Als het aan het Gelders provinciebestuur ligt, krijgt het museumpark Orientalis in Heilig Land Stichting een eenmalige subsidie van 195.000 euro. Het geld is bedoeld voor het afronden van de laatste activiteiten in het park, dat per 1 januari 2012 de deuren sluit. De Graafschap kan een multifunctioneel stadion bouwen op het Vredesteinterrein in Doetinchem. Vorige maand werd bekend dat bouwconcern BAM de onderhandelingen met grondeigenaar Van Wijnen had afgebroken. Maar nu blijkt dat er toch overeenstemming is tussen beide partijen. De komst van het stadion is nog wel afhankelijk van een derde partij die al grond op het Vredesteinterrein had gekocht. Tientallen straatlantaarns in Zevenaar gaan 's avonds gewoon weer aan. Dat heeft de gemeente besloten na klachten van omwonenden. Om geld te besparen doofde de gemeente 150 lantaarnpalen langs enkele hoofdwegen. Veel inwoners vonden het te donker op straat en voelden zich onveilig. Op de Veenderweg in Ede is maandagavond een lijnbus met een steen bekogeld. Dat heeft de politie vandaag bekendgemaakt. De steen vloog door het raam en miste net 2 passagiers. De politie ziet het als een poging tot zware mishandeling en is op zoek naar getuigen. Waarnemend burgemeester De Kloe van Maasdriel is door het blad Binnenlands Bestuur uitgeroepen tot tweede beste bestuurder van 2011. De Kloe is dit voorjaar door commissaris van de Koningin Cornelie naar Maasdriel gestuurd om orde op zaken te stellen in de gemeente die door schandalen en bestuurlijke chaos werd geteisterd. Wat er ook gebeurt, de verslaggevers van TV Gelderland Nieuws zijn erbij. Kijk elke avond om 6 uur, maar vanaf nu is TV Gelderland Nieuws er ook al om 1 uur 's middags.
Wim Jonker uit Apeldoorn heeft vannacht een heldendaad verricht. Hij redde zijn hoogbejaarde buurvrouw uit haar brandende huis aan de Maasstraat. Het was rook en aan de zijkanten kwamen de vlammen om de hoek heen en buiten. Terwijl er vandaag gespeurd wordt naar de oorzaak van de brand van afgelopen nacht, slaapt bij Wim Jonker nu pas de schrik in de benen. Ik ben wel een beetje geschrokken, ja. Dit komt nu een beetje allemaal dicht op je aan, hè. En dan denk je van ja. De Apeldoorner hoorde dat er brand was bij zijn buurvrouw, rende naar buiten en zag de vlammen uit het huis slaan. Ik heb me ook niks bedacht en ik denk, nou, die mevrouw zit er nog in, die is er niet uit. Dus ik ben erin geropen, maar ik kon niks zien, het was allemaal rook. Op de tast zocht Wim Jonker verder. Dus op een gegeven moment ben ik met mijn handen iets heen en weer. En toen heb ik hoofdverschijnlijk geluk gehad dat ik die mevrouw bij de arm greep. En toen kon ik hem heen naar buiten krijgen. Had ze in de slaapkamer geweest, dan raakte ik er niet meer, want daar stond alles een licht lawaai. De vrouw werd naar het Lucas ziekenhuis in Apeldoorn gebracht. Wim Jonker kon zijn slaap daarna niet meer vatten. De hele nacht wel wakker gelegen, ja. Want? Ja, iedere keer komt dat beeld weer voor je. Hè. Dan denk je, ja, god, ik heb geluk gehad. Of zij heeft geluk gehad, maar ik heb ook wel geluk. Want je denkt eigenlijk niet bijna van wat er ook eigenlijk had kunnen gebeuren. Hè. De redder is zich nu pas bewust van zijn gevaarlijke reddingsactie. Maar achteraf ook wel weer blij dat ik het gedaan heb. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis, maar maakt het naar omstandigheden goed. Als je in 40 jaar van kleine ondernemer in Badme bent uitgegroeid tot een ware vastgoedmagnaat met honderden panden van Groningen tot Maastricht, dan is het tijd voor een boek. Maar ondernemer Marie-Elise uit Twello bedankte voor een boek over zichzelf. Wel had hij iets anders in gedachten. Kijk eens. Ja, daar heb ik veel van, hè? Omdat ik in Twello altijd geboren ben, dus daarom vind ik dat leuk. Voor u een bijzonder boek, denk ik. Ja, ja, zeker weten. En nog gratis ook? Ook dat nog. Geweldig. Want het boek met 40 portretten van markante Twellonaren is betaald door Marie-Elise uit Twello. Met een bon uit de krant kan elke Twellonaar een gratis exemplaar ophalen. Ja, dat vind ik heel mooi. Maar ik doe wel meer voor Twello, hè? Ja, ziet er leuk uit. Ja? Staan er mensen in die u kent? Ja, ik kom net bij de kapper vandaan, dus die staat er ook in. Dus. En behalve de kapper ook de dorpsagent, de man die al 32 jaar schoffelt en de uitbaatster van het Grand Café. Ik voel me helemaal vereerd. Het is natuurlijk toen ik gevraagd werd, nou, ik groeide helemaal. En ook de plaatselijke drukker vond het bijzonder om zichzelf van de drukpers te zien rollen. Nou, dat is wel een hele rare ervaring. En dan ook nog een 10.000 keer. Dat is heel wat hoor. Je wordt verlegen van jezelf. Ik vind het eigenlijk al een beloning van het werk hier. En die beloning voelt Marie-Elise zelf ook. Als iedereen heel enthousiast reageert op het boek dat ze van hem krijgen. Een heel opgewonden, tintelend, warm gevoel, toch een bepaald saamhorigheidsgevoel. En daar doet de rijke ondernemer het voor. Elk jaar bedenkt hij iets leuks voor Twello. Sfeerverlichting voor de kerk, een grote kerststal en nu dus dit boek. Daar geeft hij graag zijn geld aan uit. Ik heb relatief weinig hobby's. Ik weet niet hoe ik deze hobby moet noemen, maar dit is dan een leuke hobby. Een ander heeft een boot of een tweede huis of een dure auto, maar die is niet aan mij besteed. En voor het weer gaan we naar Dennis Wild in Wageningen. Het is dan vandaag officieel winter geworden volgens de kalender, maar het weer houdt zich daar voorlopig niet aan. Het blijft ook de komende dagen uitermate zacht voor de tijd van het jaar. Dus we moeten het doen met kunstsneeuw en kunstijs. Het was ook grijs vandaag met veel wolken. En uit die bewolking viel ook af en toe wat lichte regen of motregen. Nou, voorlopig zit er nog een hele hoop bewolking in de aanvoer. Dus ook vanavond en komende nacht overwegend bewolkt met hier en daar wat gemiezer. En temperaturen die nauwelijks dalen. Het wordt niet kouder dan een graad of 7 bij naar zuidwest draaiende wind die later in de nacht ook wat gaat aantrekken. En morgen, weinig verschil. Nog steeds die grijze wolken die over de hele provincie hangen met soms wat gespetter eruit. Wat lichte regen of motregen kan er zo naar beneden vallen. Het wordt allemaal wel wat intensiever in de avond. Als de bewolking dikker wordt, dan gaat er echt stevige regen vallen. Maar tot die tijd is het gewoon een beetje miezerig weer met temperaturen die hoog zijn. Rond 10 graden is het morgen weer. Normaal gesproken wordt het een graadje of 5 in deze tijd van het jaar overdag. Dus daar zitten we dik boven. En de wind die gaat ook stevig worden uit een zuid-zuidwestelijke richting.
Ja, dan trekt die regen in de avond en ook in de nacht naar zaterdag over de provincie naar het oosten weg. En zaterdagochtend, dan zijn er misschien nog een paar buitjes aanwezig, maar daarna klaart het ook op. Op beide kerstdagen zijn er wolkenvelden, maar er is ook ruimte voor de zon. En het blijft voorlopig aan de zachte kant met een graad of 10 en op de meeste plaatsen droog. Pas na kerst wordt het langzaam een beetje frisser. En dit was het nieuws van donderdag 22 december, waarin u onder meer zag dat op een begraafplaats in Ermelo gefraudeerd is met uitvaarten. Tegen twee frauderende medewerkers zijn maatregelen genomen. En dat het opblazen van de vliegtuigbom in Maurik vandaag is uitgesteld omdat het grondwaterpeil te hoog was. Ik wens u nog een fijne avond.